Mazda biedt verschillende audio-entertainment systemen voor uw auto. Als uw auto is uitgerust met een ander audio-entertainment systeem dan het systeem dat u in deze video ziet, raadpleeg dan uw instructieboekje voor aanvullende informatie. U kunt uw audio-installatie bedienen met behulp van de HMI Commander, aanraakscherm of de audioschakelaars op het stuurwiel. Sommige talen ondersteunen ook spraakopdrachten. Als u het audio-entertainment systeem wilt bedienen, kantelt of draait u de HMI Commander en verplaatst u de cursor naar dit pictogram. Druk nu op de knop om het audioscherm weer te geven. Draai aan deze knop om het volume aan te passen of druk erop om het geluid tijdelijk uit te schakelen. Druk op de knop Favorieten om een van de 50 stations te kiezen die kunnen worden opgeslagen, of houd hem even ingedrukt om een nieuwe favoriet op te slaan. De lijst met favorieten kan voor AM, FM en DAB-radio worden gebruikt. DAB is de afkorting voor Digital Audio Broadcasting. Beschikbaarheid hangt af van plaatselijke signaalontvangst. Met het DAB-systeem kunt u Digital Audio Broadcast ontvangen via de audio-installatie van uw Mazda. Hiermee hebt u meer keuze, betere radioontvangst en het is makkelijk te gebruiken. Als u het geluid wilt aanpassen, selecteert u het pictogram op het beginscherm en geeft u het instellingenscherm weer. Selecteer nu deze tab om het item te kiezen dat u wilt wijzigen, zoals bas, treble, fade, balans, etc. Wanneer u het aanraakscherm gebruikt, kunt u aanraken, tikken, schuiven of vegen, maar u kunt niet met twee vingers het formaat wijzigen. Let er ook op dat de auto stil moet staan of niet harder rijdt dan 7 km per uur tijdens het gebruik van het aanraakscherm. Bij hogere snelheden is het aanraakscherm uitgeschakeld. U kunt AM of FM-zenders zoeken met behulp van het aanraakscherm door op afstemmen te tikken en vervolgens een radiofrequentie te selecteren. Een andere handige manier om het audio-entertainment systeem in uw auto te bedienen is via de audioschakelaars op het stuurwiel. Druk op de schakelaar zoeken om naar het volgende of vorige opgeslagen station te gaan. Als u de schakelaar zoeken ingedrukt houdt, kunt u alle bruikbare stations beluisteren, of ze nu ingeprogrammeerd zijn of niet. De schakelaar zoeken kan ook nummers zoeken of overslaan wanneer u andere media gebruikt, zoals audio via USB of CD's. Indien beschikbaar, kunt u audiobediening ook met uw stem activeren door op de spreekknop op het stuurwiel te drukken en na de pieptoon een opdracht in te spreken. Het is belangrijk dat u op een duidelijke, natuurlijke manier spreekt. Spreek niet te snel of te langzaam. Zeg speel en noem vervolgens het medium dat u wilt afspelen. Zeg bijvoorbeeld speel AM om te schakelen naar een AM-zender, of zeg speel CD om te schakelen naar de CD die is geladen in uw CD-speler. U kunt bijvoorbeeld ook zeggen Aha of Stitcher om naar die applicaties te schakelen. Raadpleeg het instructieboekje voor een volledige lijst met opdrachten. Aha en Stitcher moeten wel als app op uw telefoon zijn geïnstalleerd om ze als audiobronnen te kunnen gebruiken. Als u deze applicaties gebruikt, kunnen er afhankelijk van uw telefoonabonnement kosten verbonden zijn aan het datagebruik, met name in het buitenland. Uw auto is uitgerust met een USB-poort en een AUX-ingang waarmee u uw iPod, USB-apparaat of draagbare audiospeler kunt afspelen via de audio-installatie van uw auto. Sluit gewoon uw apparaat aan en schakel vervolgens de audio-installatie van de auto aan en selecteer AUX of USB in het bronnenmenu. Wanneer u de USB-poort gebruikt, kunt u de audio-installatie of de schakelaars op het stuurwiel gebruiken om het aangesloten USB-apparaat te bedienen. Wanneer u echter de AUX-ingang gebruikt, moet u de muziek bedienen via de draagbare audiospeler. Als u liever draadloos muziek afspeelt, kunt u Bluetooth audio selecteren in het eerste audioscherm. U kunt deze knoppen gebruiken om nummers af te spelen of er doorheen te bladeren. Wanneer uw Bluetooth-apparaat al is verbonden als telefoon, kunt u hem als audiospeler gebruiken. Om een apparaat aan te sluiten dat nog niet is verbonden als telefoon, drukt u op het pictogram Communicatie, selecteert u Instellingen en vervolgens Bluetooth. Selecteer nu Nieuw apparaat toevoegen. Zoek en selecteer op uw Bluetooth-apparaat de gegevens voor Mazda. Bevestig dat de code die wordt weergegeven op uw apparaat overeenkomt met de code die wordt weergegeven op het scherm van uw auto en tik dan op Ja om het koppelingsproces te voltooien. raadpleeg uw instructieboekje voor aanvullende bedieningsinformatie.